Wat een vernedering vandaag voor Ajax. Ja, sommige spelers van hun hadden best wel een grote mond en dan krijg je dit zo. Ja, want vertel eens, wat had je gehoord dan? Ja, nee, je had natuurlijk, krijg je weer die dingen wat bijvoorbeeld Kluivertje zei, van hij gaat nooit meer van PSV verliezen of wat dan ook, bla bla. En dan komt dat weer naar boven natuurlijk. En dan, ja, dan straf je het gewoon zo af. Dus ja, word je ook direct de kampioen erbij en dan is het nog extra zuurder. Ja, en hoe erg kun jij hiervan genieten? Ja, tot weet ik veel hoe ver ik ervan kan genieten. Want dat was voor mijzelf, er was zoveel over mij gezegd. En dat je dan op een andere positie nog met het team kampioen kan worden, ja, dan is het nog 100 keer lekkerder. Er werd gesproken over saai voetbal, er werd gesproken over geluk. Nou, daar hebben jullie vandaag even een punt achter gezet, hè? Ja, precies. Ik zei het net ook al in een andere interview. Ik heb het mooie voetbal vandaag niet gezien. Ik heb meer het strijd aan passie gezien. En als het daarom draait, ja, dan zie je dat bijna geen enkele team tegen ons op kan. En dat heeft ons naar het kampioenschap geleid. En nou nog 3 wedstrijden spelen in een fantasieopstelling of wat gaan jullie doen? Die vraag heb je weer aan de trainers stellen. Ja, echt? Als jij het voor het zeggen had, wat gaan jullie dan doen? Ja, natuurlijk moet je wel voor de winst gaan natuurlijk. Maar ja, je kan wel wat spelers wat speelminuten gunnen natuurlijk. Zoals vandaag ook al gebeurde met Rome, dat maakte de vernedering extra compleet, hè? Ja, dat is mooi voor Rome natuurlijk om in zo'n wedstrijd, nog in de kampioenschapwedstrijd, mocht debuteren. En ja, ik vind het alleen maar goed, mooi voor hem. En nu snel naar huis en naar bed? Ik denk dat bed vandaag mij niet ziet, hoor.